Goedemorgen allemaal. Vandaag neem ik jullie mee voor een sessie op de watersportbaan in Gent. Een heel mooi hengelwater. Een vijftal jaar geleden heb ik hier de laatste keer gevist toen ik in Gent nog in de club was. En binnenkort hebben we hier een reeks van het kampioenschap van Vlaanderen. Het is een water met een heel mooi visbestand. Vooral grote brasems en vorens. Er zal ook wel wat karper op zitten. Maar vandaag gaan we toch proberen om vooral nog eens te kijken of we die mooie brasems van in het verleden hier terug aan de haak kunnen krijgen. Ik ga zo dadelijk eerst mijn voer aanmaken. En dan kom ik in de loop van de dag met wat updates bij jullie terug. Oké, mijn voer voor vandaag. Hetzelfde dan waar ik 5 jaar geleden succesvol mee was. Een vismeelvoertje van Sonnybaits. Basis, de Match Method Mix Original. 2 delen. 1 deel chunky fish. Voor wat grovere pelletstukken erin te hebben ook. En dan voor de zoetigheid te maken, de F1 Sweet Dark. Dus 2 deeltjes. Match Method Mix. Cadeau voor de cameraman. En 1 deel van de chunky fish. En 1 deel F1 Dark. Dit eventjes goed door elkaar zetten. En dan doe je op 4 delen 2 delen water. Even de whisker erdoor. Als je dit nu bekijkt, dan lijkt het wel een voertje dat overnat is, maar het vismeel zorgt er wel voor dat het al dat water gaat absorberen en binnen een half uurtje drukken we dat even door de zeef en dan is het klaar voor gebruik. Nu de hengels opzetten. Mijn hengelkeuzes voor vandaag. Ik heb de Supera X 40 grammer met een magnitude 24 klaargezet. En ik mag van onze cameraman vandaag de spliksplinternieuwe Supera X Superlight. 12 voet 40 gram met dezelfde mol erop dan op de andere. Eens uittesten. De montage. Het laatste filmpje van Tot op de Knoop. Daar leg ik die montage uit, dat is die waar alle Engelse internationals mee vissen. Die gebruik ik ook, ik vis altijd schuivend. Beter voor de vis en ik ben het ondertussen te gewend, dus ik ga het niet veranderen. We gaan nu even peilen. In het verleden weet ik dat hier voor de brasem meestal het zo in het midden van de sportbaan te doen was, rond de 36 meter.
Ze hebben ondertussen de sportbaan wat uitgebaggerd, dus ik wil toch eens de bodem aftasten om te zien of de plekken wel hard genoeg zijn waar ik wil op gaan vissen. Ik ga even kort ook kijken. Vroeger 12 meter lag er een talu. Ik weet niet of dat die daar nog ligt. Om eventueel een korter lijntje te zetten. Dus nu ga ik uitpeilen en dan beslissen waar ik vandaag mijn aas erin ga gooien. Oeps, daar is het zeker nog niet diep. Maar ik denk dat die nergens echt diep zal zijn. Wat gestrekt, er is toch al. De talu ligt nog altijd op 12 meter. Daar ben ik al bijna zeker van. Of is het toch een stuk ondieper? Nou ja, stilaan. Nog wat verder proberen. Het lijkt me toch overal wel een zeer mooie, hardere bodem te zijn. Wat minder slijk dan vroeger, dat is duidelijk. Ik ben al op 27 meter. Diepteverschil blijkbaar niet veel of niks. Nog één keer en dan zit ik op die 36, maar ik denk dat het korter al even goed zal zijn. Ik denk hier een metertje achter, dat zal het worden. Even mijn definitieve afstand afpeilen, dan ga ik mijn voer door de zeef drukken en dan kunnen we aan de sessie beginnen. Meter, dat zal het worden voor vandaag. Gelijk mijn tweede hengel op dezelfde afstand zetten. Hier heb ik de Supera X 40 gram, 45 gram 11 voet, met een 1 OZ topje. Dus voor vandaag het voer, dat heb ik al gezegd, hebben we nog bij wat kasters. Dode maden, gemaakt in onze nieuwe baitupjes die wat luchtdicht afzielen, gisteravond op water gezet, vandaag klaar. Wat dikke witte maden.
Ik ga ze niet allemaal gelijk in de zon zetten, want dan duurt het niet zo lang. Het is te warm vandaag. Cola voor mij. Nog een ander soortje dikke maden. Misschien een blokje maïs, weet ik nog niet. Heb ik sowieso bij. Pinkies. Handige nieuwe beetup van Preston. Blijven ze heel goed in, dan gaan ze niet uitkruipen. En krijgen ze toch genoeg lucht. Een watertje voor mij. En dit even koel bewaren. Tot straks. Oké, nu gaan we de sessie starten. Ik ga eerst wat kasters en pieren aanvoeren. En dan het tempo wat afbouwen en hopen dat er wat dikke brasers op de stekken komen. We zien het zo. Ja, we gaan nu beginnen met vissen, dus op 33 meter. Ik ga eerst een paar grotere korven zetten, maar toch niet zwaar voorvoeren. Gewoon een iets sneller tempootje in het begin. Omdat ik echt niet weet, ik zie hier ook geen vissers zitten. Hier rechts naast mij zitten wat vaste stokvissers. Die heb ik enkele wat kleine voren zien vangen. Dus ik ga zeker de sessie rustig beginnen, zodanig dat we ze niet overvoeren. Dus wat kastertjes. Wat pieren in een korf. En zo langzaam alle begin 3, 4, achter 5 à 10 minuten een korfje leggen om te zien wat er gebeurt en langzaam de korf verkleinen. We gingen gewoon met twee maden op de naak. Als er een kleine vis zit, dan weten we dat heel snel. En dan zie je hoe snel dat we reactie gaan krijgen. Dit is een pre-bait korfje 25 gram. Zo'n ringvedertje onderaan. Daar komt het alles goed uit. En straks schakelen we over naar wat kleinere korfjes van 30 gram. Voor die afstand is dat. Afstand en diepte is dat meer dan voldoende. Hexmesje. Gewoon een cage. Zolang het gaat, als er niet te veel wind op komt, ga ik de bullet feeders niet gebruiken. Dat is eigenlijk niet nodig voor die afstand. Dus. Na, wel geteld, 2 uur en 35 minuten, de eerste aanbeet, een brasem, maar zo mager en ziekelijk. Je kunt hem bijna in een broodmachine gaat steken om brood mee te snijden. Dat is geen gezond visje, maar het is er eentje. Laat ons hopen dat we op de volgende aanbeet zo lang niet moeten wachten. Begin zo een beetje van alles geprobeerd. Pier, kaster, kleine maden, grote maden, dode maden, alles eraan gehad. Een paar indicaties van kleine vis gehad, maar niks. En nu twee stukjes pier. Door het kopje, korte stukjes van 2 centimeter.
En na, dat zal een goede 8 minuten ingelegen hebben, de top voor de eerste keer deftig rondgegaan. We gaan dat nog maar eens proberen. Het was net de lokale visser die me kwam vertellen dat het slecht was, omdat ze korrels gesmeten hebben blijkbaar tegen het onkruid, volgens hem. En dan ging de top toch rond. Hoop doet leven. Dus terug, twee stukjes spier op de raak. Papieren, kasters en pinkjes in de korf. En hopen op een volgend visje. En hopelijk iets dikker dan deze, want dat was echt een zieke vis. 2 uur en 3 kwartier aan het vissen. In het begin een paar kleine tikjes gehad. Een snoekbaarsje boven in zijn kop gepikkeld. Was ook maar 10 centimeter groot. Dan 1 keer een platte made gehad. En eigenlijk, hoe pak je dat nu aan als de vis zo slecht bijt? Wel, ik heb niet stilgezeten. Ik heb eigenlijk heel mijn aasassortiment al bijna afgegaan. Begonnen met een stukje pier. Dan 3 maden. 2 maden. 2 dode maden. Wat pinkies, en op die pinkies had ik wel 1 keer 1 van de 3 pinkietjes die van onder aan het staartje geraakt was, maar geen aanbeet gezien, dus vooral kleine vis. 2 kasters op de haak, 1 kaster en 1 made, kaster, made, kaster. Dan nog eens terug met 2 stukjes spier. En dat lag 8 minuten in en dan kreeg ik die brasem eraan. Maar uiteindelijk het enige dat je kan doen, de vis aast enorm slecht vandaag. Ook van voorbijgaande vissers hier gehoord dat er de laatste dagen niet veel gevangen wordt. En dan kan je alleen maar blijven je stek rustig onderhouden, zeker niet overvoeren. Op tijd iets laten vallen en ik ga dit zo verder doen en hopen dat die gezondere dikke platten of een paar mooie horens er toch nog gaan tussenkomen. We houden vol. Beter dan niks weer al. 2 kastertjes. Het is veranderen en veranderen in de hoop van op tijd een visje te vangen. Dat zullen we zien. Ja, blijkbaar zijn ze er toch. Na meer dan 3 uur vissen, stilaan aan het opkomen, al een paar tikjes gehad, daar juist dat gebelke. En nu denk ik dat het wel een mooiere vis zal zijn terug. En hopelijk een mooie vis. Veel kloppen doet hem niet. Hopelijk weer zo geen ziekelijke brasem van daar straks en iets mooier exemplaar. Maar gewoon wat minder pieren gestoken, blijven kasters meegeven en met 2 kasters op de haak krijg ik nu toch sneller na het ingooien een beetje erop. Dus even rustig afwerken. Een mooie brasem is ons deel. Geduld is een mooie deugd. Oei.
Dan heb ik het schepzakje iets korter gemaakt dan gisteren. Ja. Dat zijn de mannen waarvoor we gekomen zijn. Dus hopelijk hebben we ze stilaan toch op de plek gekregen. Maar het heeft lang geduurd. Dat is eentje voor de camera. Een mooi visje. Brasempje van iets meer dan een kilootje. Een watersportbaan exemplaartje. Zo makker. Je mag terug gaan zwemmen. Dus ja, dat waren toch twee beten met die twee kasters. Heel snel naar elkaar. Dus hopen dat dit werkt. Kasters natuurlijk ook altijd een geliefde maaltijd voor de brasem. Het moeten niet altijd pieren zijn. Mocht er iemand zich afvragen waarom ik altijd ga rechtstaan als ik ingooi. Dat is gewoon omdat ik al twee keren met mijn onderlijn in het gras blijven hangen ben. En dat is ook niet zo handig. Normaal voor 33 meter heb je dat niet nodig. Maar als de kant u hindert, kan je beter je even recht zetten. Hier is hem ze. Het broertje van de vorige. Ietsjes groter. De grote broer. Mooi visje. Brasem kilo 2. De vissessie voor vandaag zit erop. Was het moeizaam? Zeker en vast. Als je ziet dat je bijna 2 uur aangevoerd hebt zonder een aanbeetje te zien. Maar geduld wordt uiteindelijk beloond. Na 2 uur en een half ongeveer de eerste vis in het netje. Blijven doorvoeren, blijven wisselen van aashaak met de kaster of met een pier. Uiteindelijk toch visjes kunnen beginnen vangen. Spijtig genoeg niet genoeg van de mooie exemplaren waar ik voor gekomen was. Maar als ik zie dat ik hier helemaal alleen aan het water zit ondertussen. Dan kan je je inbeelden dat de vangsten niet formidabel waren, elders ook niet. De paar mooie brasems die ik erop gekregen heb, dat is geduld dat beloond wordt door blijven een tempootje aan te houden, niet te snel. Maar ook heel zuinig geweest in het bijzetten van aas. Ik denk dat ik mag zeggen dat de vissessie al bij al nog geslaagd is, al waren het misschien toch lager dan wat ik verwacht had. Desalniettemin heb ik de kans gekregen om de nieuwe hengel die gaat uitkomen vandaag uit te testen. De Supera X Super Light. Ik heb met de 12 voet gevist. De gewone standaard montage die ik in het laatste op de knoop filmpje getoond heb. Met een 30 gram cagefeedertje heb ik eigenlijk de ganse dag gevist. Het was een leuke zonnige dag, dat zeker en vast. Maar desalniettemin hoop ik dat jullie er iets van opgestoken hebben van de tips. En
Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal en tot een volgende keer.